Goedemiddag allemaal, welkom bij alweer de vijfde webinar van de Smart Energy Community voor woningen en gebouwen. En we hebben vandaag weer een mooi programma voor jullie. En voor de mensen die het toch niet weten, even een stapje terug. Wat is die Smart Energy Community nou eigenlijk? Samen met Stichting VAN hebben wij de ambitie gehad om rondom Smart Energy, slimme energiediensten, echt een community te vormen. Niet alleen van techneuten die technologie mooi vinden, maar van eigenlijk de hele keten en iedereen die moet samenwerken op dit onderwerp. In de sessie van vandaag gaan we naar de laatste stap van de keten. De eindgebruikers, de burgers, de prosumenten, welke naam je er ook maar aangeeft. En we gaan stilstaan bij de vraag, hoe krijgen we hen nou mee in de toepassing van slimme energiediensten? Want als dat niet lukt, als zij dit niet willen oppakken, dan komt er ook niks van de grond. Vandaag dus een erg belangrijk onderwerp, de sociale kant van slimme energiediensten. Zoals ik net zei, de Smart Energy Community is een samenwerking van Take Your Urban Energy en Stichting VAN. En vandaag hebben we ook Bert en Oude bij ons die ook kort vanuit de Stichting VAN een woordje wil richten tot jullie. Bert, mag ik jou het woord geven? Oh, jouw microfoon staat nog op mute, Bert. Ja. Ja, dankjewel. Ja, hartelijk dank Maarten. Ik ga gewoon jullie niet lang ophouden, maar even vertellen wat Stichting VAN doet. Dat is Flexible Power Alliance Network. Wij zijn eigenlijk bezig met die smart community door open standaarden te ontwerpen, introduceren en te doen invoeren voor die smart, zodat die smart community kan werken. Dat hebben we de afgelopen jaren, denk ik, gedeeltelijk achter de schermen gedaan door een Europese standaard te bijna is ingevoerd in de vorm van Senelec. En dan hebben we de vraag, hoe gaan we dat dan invoeren? Hoe gaan we dat in woningen, in gebouwen, in apparaten invoeren? En wat kan er gedaan worden in TKI, in de mooie projecten enzovoort? We hebben daar een werkgroep voor. Waar de laatste tijd ook anderen buiten van aan deelnemen. Dus dat is de technische kant. Voor de schermen. We hebben een conferentie, we doen dit soort dingen. En daarin willen we ook de praktijkkennis delen en bevorderen. En ik wil in dat verband wijzen op een webinar waarin we een rapport van Accenture zullen presenteren samen met Impulse. Over de flex inzet van de warmtepompen, hybride warmtepompen en all-electric warmtepompen. Wat is de road to flexibility van warmtepompen? En een derde ding is, wij moeten eigenlijk en daar komen we de laatste tijd meer achter, er moet ook een goede business case voor flex zijn. Er moet ook geld mee verdiend worden. Wat zijn mogelijkheden om dat te realiseren? Bijvoorbeeld differentiatie van nettarieven. Bijvoorbeeld regelgeving. Bijvoorbeeld uurlijkse prijzen voor consumenten. Waar sprake van is in de nieuwe energiewet. Rol van aggregators enzovoort. Rol van opslag. Daar hadden we net vanochtend een hele algemene vergadering voor. Met de VAN-participanten. Die leiden tot veel ideeën om het beleid te beïnvloeden. Dat is een nieuw focaal punt van ons. En als je daar dan mee wil doen, sluit je dan aan. Stuur mij een e-mail. En er zijn vele mogelijkheden om aan ons deel te nemen. Deze e-mail komt ook nog in de chat te staan. En ik zie jullie graag. En ik doe graag mee verder aan Maarten het werk om die Smart Energy Community ook verder vorm te geven. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot zover. Dankjewel Bert. Dank voor deze snelle introductie van de VAN. Heel nuttig werk wat jullie doen. Het gaat inderdaad niet alleen om de techniek, maar ook over de business case. Dus ik wil iedereen dat oproepen om met onze goede partner de VAN te gaan samenwerken. Nu mag ik jullie meenemen naar de eerste spreker van vandaag. Dat is Tristan de Wild. Voordat ik hem ga introduceren wil ik jullie erop wijzen dat hier onderin ergens een polvraag verschijnt.
De vraag aan jullie, welke waarden zijn van belang voor de acceptatie van slimme energiediensten? Er zijn meerdere opties en wij zijn erg benieuwd naar jullie beelden. Tristan gaat hierover presenteren. Tristan is zijn carrière begonnen in Frankrijk met de Bachelor Foreign Applied Languages to Trade and Business. Daarna is hij naar Nederland gekomen om Systems Engineering, Policy Analysis en Management aan de TU Delft te studeren. Hij heeft nog een tijd gewerkt voor Magnus Red en doet nu onderzoek bij de TU Delft naar de sociale acceptatie van slimme energiediensten. Tristan, ik geef jou graag het woord. Dankjewel Maarten. Dat is een fijne introductie. Ik ben dus Tristan de Vilt. Mijn onderzoek is dus naar de sociale acceptatie van energiesystemen. Veel betrokken bij slimme energiesystemen, maar ook warmtenetten. En mijn presentatie vandaag zal ik uitleggen over de relatie tussen waarde en sociale acceptatie. En waarom we ervoor kiezen om deze bril te kiezen van sociale waarde om naar sociale acceptatie te kijken. De onderliggende gedachte van mijn werk is dat dat het helpt om vroeg in het stadium van een ontwikkeling van een technologie of van een infrastructuur om na te denken over welke maatschappelijke aspecten een bepaalde technologie of infrastructuur raakt. Omdat vaak het gebrek aan sociale acceptatie ontstaat al bij deze thematieken, deze problemen. En hiervoor speelt het concept van waarde, maatschappelijke waarde, een belangrijke rol. Dus er zijn verschillende thematieken die spelen rondom slimme energiesystemen en acceptatie. Er zijn verschillende onderwerpen die eigenlijk gevoelig zijn. Ik heb hier drie op de PowerPoint gezet, omdat volgens mij dit in ieder geval drie hele belangrijke zijn. De eerste is natuurlijk thematiek van privacy, hè, van wat gebeurt er met mijn data, met wie wordt het gedeeld. Dat roept eigenlijk bepaalde onzekerheden, bepaalde angsten naar boven. Ook zijn de algoritmes die iets met doen met mijn data, zijn ze wel echt zo neutraal. Wat gebeurt er als er een dataleak ontstaat? Wat betekent dat voor mij? Dit is volgens mij de eerste belangrijke thematiek. En het tweede is natuurlijk de verdeling van kosten en baten. En dan denk ik voornamelijk eigenlijk tussen burgers en netwerkbeheerders. In het geval van slimme meters. Er zijn veel onderzoeken die laten zien dat in ieder geval voor sommige van burgers de financiële besparing eigenlijk redelijk beperkt blijven. Een andere wat veel ook in literatuur wordt besproken zijn ook de toename van ongelijkheden die hieruit kunnen ontstaan. Slimme energiesystemen brengen veel kansen voor burgers en dat is heel fijn. Bijvoorbeeld om zelf een prosumer te worden, zelf energie te produceren, te verhandelen. Maar natuurlijk is dat niet voor iedereen mogelijk. Afhankelijk van natuurlijk inkomen, maar ook de type huis die je hebt. Dus het sluit ook bepaalde groepen uit. Er zijn ook studies die laten zien dat eigenlijk degenen die hun gedrag vaak niet aanpassen, zijn juist de huishoudens met de lage inkomens. En dat kan zijn een gebrek aan motivatie, maar dat kan ook gewoon zijn een gebrek aan inkomen om bepaalde technologieën, slimme technologie te kunnen aanschaffen. Het kan ook zijn gewoon omdat ze de mogelijkheid niet hebben, omdat de huis daar niet voor geschikt zijn, dat het minder moeilijk is om te verwarmen, ook elektrisch verwarmen, dat ze daar die mogelijkheid niet hebben. Dus dit zijn volgens mij allemaal problematieken rondom acceptatie die een rol hier spelen. En ik denk dat het niet alleen maar het probleem is dat die thematiek spelen, maar ook dat de acceptatie, dat wat burger accepteren, dat eigenlijk ook onzeker is en dat het eigenlijk over de tijd kan veranderen. Wat we zien is dat er vaak sowieso bij energieinfrastructuren een verschil is tussen de expected acceptation, wat we verwachten dat mensen accepteren, en wat ze daadwerkelijk eigenlijk accepteren. En dat kan over de tijd dus veranderen. En dat kan verschillende oorzaken hebben. Beginnen met tegenstrijdige informatie in het besluitvormingproces of in het communicatieproces. Of omdat eigenlijk de gevolgen van het systeem best wel moeilijk zijn voor mensen om te begrijpen wat het voor hun betekent. En dat ze pas
wanneer ze die systeem gebruiken, echt begrijpen wat het voor hen betekent. En laatste punt is ook zo ook dat de accept wat mensen aanvaardbaar vinden, eigenlijk ook over de tijd veranderen. Ik denk dat nu het feit als bijvoorbeeld een bedrijf zoals Google of Facebook of andere hun data nu zou gebruiken, dat dat nu op een heel andere manier wordt gezien dan 15 jaar geleden. En dat verandert dus ook over de tijd. Dus dit is een introductie met, denk ik, acceptatiethematieken rondom slimme energiesystemen. En ik had dus, misschien is het nu interessant om naar de ijsvragen van de pool te kijken, Maarten. Ja, dat is een hele goede vraag. De vraag is gesteld, welke waarden zijn van belang voor de acceptatie van slimme energiediensten? Op de bovenste plek staat betaalbaarheid, die voor 24% is gekozen. Wij zien die gevolgd worden door de continuïteit van de energievoorziening. En op de derde plek verschijnt privacy. Okay. En de reden dus waardoor ik voor deze vraag had gekozen in de pool, is om de relatie eigenlijk te introduceren tussen waarde en sociale acceptatie. Om te laten zien dat eigenlijk verschillende waarden van belang zijn voor acceptatie, maar ook dat er eigenlijk waarden met elkaar in conflict zijn. Dat het niet mogelijk is om aan al die waarden te voldoen op een gelijke mate. En juist omdat het dit onmogelijk is, dat hieruit risico's zijn voor sociale acceptatie in de toekomst. Dus om waarden beter te adresseren in energiesystemen, in energietechnologieën, is er een methode of een aanpak eigenlijk, en dat heet het value sensitive design. En centraal in deze aanpak is de notie van waarde. We denken vaak over waarden in termen van menselijke waarden. Bijvoorbeeld vrede en respect en geluk en bescheidenheid, dat soort waarden. Het zijn niet de waarden waar we het hier over hebben. We hebben het hier over maatschappelijke waarden. En dat is eigenlijk wat we als maatschappij vinden dat in een ideale wereld technologieën aan zouden moeten voldoen. En ik heb hier verschillende voorbeelden benoemd van veiligheid, duurzaamheid en betaalbaarheid enzovoort enzovoort. En hieruit kan dan meteen worden gezien dat er een link is tussen technologieën en je waarden. De verschillende ontwerpkeuzes scoren anders op het gebied van veiligheid en bijvoorbeeld duurzaamheid. En dat is dus op level van een ontwerp, maar ook op een level van een infrastructuur. Zijn er verschillende verhoudingen of relaties met deze waarden. En dan denk ik hier aan de waarde inclusiviteit. Hè, de mate waarbij iedereen mee kan doen. En daar hoort bijvoorbeeld een structuur zoals een energy community. Zal dan in ieder geval op waarde van inclusiviteit beter scoren dan een algemene of traditionele energievoorziening. En als we dus hebben geanalyseerd van hoe een bepaalde ontwerp zich tot bepaalde waarden ontstaan, dan kunnen we ook gaan kijken wat zijn de conflicten tussen waarden. Natuurlijk is het niet even makkelijk om alle waarden samen te realiseren, juist omdat ze in conflict zijn met elkaar. Bijvoorbeeld, we kunnen voor een duurzame design of ontwerp zeg maar, kiezen. Maar dat gaat vaak ten koste van betaalbaarheid. En betaalbaarheid gaat weer ook ten koste tot veiligheid. En het is interessant om naar die conflicten te kijken voor twee redenen. De eerste is dat eigenlijk soms zijn er alsnog innovaties mogelijk om een betere eigenlijk trade-off die conflict eigenlijk op te lossen. Dus dat helpt na te denken van zijn er misschien mogelijkheden om beter om te gaan met die conflicterende waarden. En het tweede is wat ik eerder net al benoemd van als er een probleem is of een waarde die eigenlijk niet correct geadresseerd zijn als gevolg van een conflict, is er dus een mogelijkheid tot een gebrek aan acceptatie in de toekomst. En dus als je al kan weten, kan zien wat de verschillende problemen zijn of de problemen rondom de waarden, de conflicterende waarden in je ontwerp zijn en wat je gekozen hebt, dan kan je ook zien van wat zijn bepaalde risico's die met een bepaalde ontwerp komen. En er zijn altijd risico's natuurlijk, maar het is in ieder geval goed om daarvan bewust te zijn. In mijn werk ga ik specifiek over besluitvormingprocessen, dus niet specifiek op level van design, maar meer van infrastructuren. Wat we zien is dat eigenlijk veel infrastructuren te categoriseren zijn in
En twee categorieën dus. Met name in het gebied van energietechnologieën zien we infrastructuren die echt gedreven zijn door meer techniek en economische waarden. En dat zijn vaak projecten geleid door grootschalige bedrijven. En vaak komt de vraagstuk van sociale exploitatie, dat sociale stuk, komt pas later in het project, wanneer eigenlijk niet veel mogelijkheden zijn om dat beter te adresseren. En vaak hebben dat soort projecten hoger risico met betrekking tot sociale exploitatie. Aan de andere kant zie je projecten die juist heel erg sociaal gedreven zijn. Dan denk je bijvoorbeeld aan die energiecoöperaties of de energiecommunities. En die zijn vaak kleinschalig. Daar zijn die sociale waarden eigenlijk veel beter geadresseerd. Maar die kampen dan iets vaker met problemen tot schaalbaarheid en financiële continuïteit. En het idee is dus om van tevoren beter gaan bedenken van wat zijn de verschillende economische, technologische en sociale waarden die spelen bij deze infrastructuur. En hoe kunnen we door een besluitvormingsproces beter in te richten, hoe kunnen we de conflicten tussen die verschillende waarden beter adresseren en welke partijen moeten daarbij betrokken zijn. Het idee is dat als we dus beter in kaart brengen wat die conflicten zijn en wie daarbij aanwezig is, zou moeten zijn hoe dat ook gedebatteerd moet worden, dat we ook infrastructuur kunnen creëren die eigenlijk een beter balans kunnen geven met betrekking tot die sociale, die technische en ook die economische aspecten. Nu is er alleen maar natuurlijk een beperkt aantal informatie die je kan geven in een presentatie van 10 minuten. Dus volgens mij hebben we nu tijd voor een paar vragen. Maar als je natuurlijk nog meer vragen hebt of daar meer zou weten, dan was hier mijn e-mailadres. En ik neem aan dat je me ergens ook op internet kunnen vinden. Dus haast niet om vragen te stellen. Zeker. En de presentaties worden ook achteraf beschikbaar gesteld. Dus iedereen kan jouw e-mailadres terugvinden als ze net niet snel genoeg hadden meegeschreven. Ik wil vooral alle kijkers oproepen om ook hun vragen te stellen in de chat voor Tristan. En ik wil zelf misschien aftrappen met een vraag. Ik ben heel erg benieuwd of in jullie onderzoek in hoeverre de aandacht voor privacy, cybersecurity, of dat aan het veranderen is. We zien de laatste jaren best wel wat boeken verschijnen over titels als Je hebt wel iets te verbergen. Gaan er mogelijk rondom privacy en zorgen van mensen daar toch meer belemmeringen ontstaan waar we dat niet voorzien hadden in het verleden? Specifiek empirisch daarover. We zien daar wel steeds meer aandacht voor. We zien ook dat het de aandacht zich meer naar boven komt in termen van angsten. Omdat het natuurlijk een complexe thema is. Het is moeilijk om te begrijpen wat het precies inhoudt, wat het precies betekent. En dat het dat eerder zeg maar, een gesprek is die gedreven wordt door angsten. Eerder dan dat er een structurerend aanpak komt met hoe deze waarde privacy beter te adresseren. Dus dat pleit eigenlijk juist om eigenlijk deze zorgen beter proberen te mee te nemen in besluitvormingsprocessen, in ontwerpsprocessen. Om eigenlijk in ieder geval de draagvlak eigenlijk te vergroten dat er serieus mee wordt omgegaan met deze zorgen. En natuurlijk snapt iedereen dat je trade-offs moet maken, dat je afwegingen moet maken. Maar ik denk dat heel veel winst te behalen valt in het vertrouwen eigenlijk te vergroten door deze aspecten op een systematische en opene manier bij elkaar te brengen. Ja, en dus niet als allerlaatste stap nog even cybersecurity mee te nemen. Nee, ook. Ik zie in de chat ook al een discussie ontstaan over wat er mis kan gaan als die data gedeeld wordt. Je wordt ook al genoemd dat als iemand kan zien wat je gasverbruik is of je energieverbruik is, dan weten ze ook dat je aan het douchen bent en dat je dus thuis bent. En als je heel ver door gaat denken, dat je dan misschien niet op dat moment moet inbreken, maar op een ander moment als je zulke data zou krijgen. Even kijken, we hadden nog een andere vraag gekregen van Jordan van Duneworks. Die vraagt naar welke studies refereer je als je de beperkte gedragsveranderingen van minder bedeelden noemt. Dus de motivatie om dingen te veranderen.
Misschien is het handig, dus ik heb een collega die specifiek onderzoek daarnaar heeft gedaan. Christine Milcham heet ze. Haar thesis is, even kijken, sinds oktober online beschikbaar. Dus het is volgens mij het beste om daarnaar te kijken. En daar worden die studies ook benoemd die dat naar voren halen. Ja, om daarnaar te kijken. Ja, en we hebben hier nog een andere vraag gekregen. Over als je aan de slag gaat met het aanbieden van slimme energiediensten. Zit er een logica in om bij het aanbieden van je strategie, van wil je meer proberen de eindgebruiker te verleiden om iets te gaan gebruiken? Of zou je aanbod moeten zijn, we proberen die gewoon helemaal te ontzorgen en we regelen alles en je hebt er geen gedoe aan? Misschien wel een hele open vraag, maar heb je daar beelden bij? Ik denk dat er een heel interessante spanning is tussen aan de ene kant willen we heel graag de zorgen van de burgers meenemen. En ik geloof dat veel bedrijven dat eigenlijk ook wel heel graag zouden willen doen. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat je als bedrijf ook hebt te maken met een ontwikkelproces van een technologie die eigenlijk al heel onzeker is en heel uitdagend is. Waar er misschien ook veel competitie ontstaat. En dat het, om dan ook nog de complexiteit van de burger mee te nemen, dat het gewoon heel veel is en heel veel onzekerheid. En dat je daardoor in je hoofd je wel eerder gewoon op die technische en economische aspecten wil focussen. En dan pas later in het stadium met die extra complexiteit mee te maken. Maar daarom hebben juist processen, denk ik, nodig om die verschillende spanningsvelden eigenlijk beter vanaf het begin in kaart te brengen. Ja. Zodat we juist een betere balans kunnen creëren. Ja, dankjewel. Tristan, ik wil jou bedanken voor jouw presentatie en de discussie. Ik denk dat dit heel mooi laat zien dat dat slimme energiediensten niet alleen gaan over economie. Maar dat juist het oog hebben voor de zorgen van de gebruikers, dat dat heel erg van belang is. Ik ben ook heel erg benieuwd om te gaan kijken hoe dat dan in de praktijk gebeurt, hoe energiebedrijven daarmee omgaan. En ik ben heel blij dat wij nu twee pitches hebben van De Bron en van Green Choice, die ook juist gaan vertellen hoe zij dit in de praktijk brengen. En de volgende spreker die ik mag aankondigen is Fardo van der Galien van De Bron. Fardo die twijfelde tijdens haar middelbare school al tussen de economie en de beta kant en die koos toen uiteindelijk voor een studie Business Science and Innovation waar die twee juist samenkwamen. Ze is als stagiair ooit begonnen bij de toen nog kleine start-up van De Bron en daar is ze blijven hangen en daar is ze nu Head of Electric Mobility waar ze bezig is met het inzetten van elektrische auto's in het energiesysteem. Fardo, the floor is yours. Ja, dankjewel voor de leuke introductie. Ik kom inderdaad vanuit Van de Bron. Ik wil jullie eerst graag even kort meenemen in de slim nanopropositie die wij neergezet hebben. En daarna even meenemen in het vraagstuk dat net geopperd werd over hoe krijg je nou de consument ook mee met zo'n nieuwe dienst. Eerst vanuit Van de Bron. Onze missie is 100% duurzame energie. En dat willen we eigenlijk ook 100% van de tijd. Nou, vandaag de dag hebben wij een energieplatform waarop we alleen groene energiebronnen aanbieden. Maar we zien eigenlijk als je altijd groene energie wil aanbieden, dat je naar een slim energieplatform moet, waarbij je ook flexibiliteit hebt. Nou, hier hebben we eigenlijk als eerste grote kans, hebben we daar elektrisch rijden gezien. Want wat gebeurt er nou precies? Heel even in het kort. Als we kijken naar de aanbod van energie, voor de wind fluctueert het over de dag. En voor de zon is er vooral een piek natuurlijk op het midden van de dag. En als je kijkt naar de vraag van de consument, dan zit er juist een piek in de ochtend, voordat iedereen naar zijn werk gaat. En rond 6 als iedereen weer terugkomt, voor de pre-coronatijden natuurlijk met name. Maar wat de belangrijkste conclusie is eigenlijk dat vraag en aanbod vaak niet overeenkomt. En wat we ook zien is dat er steeds meer geëlektrificeerd wordt. Dus we gaan elektrisch rijden, we gaan onze huizen verwarmen met warmtepompen. Wat eigenlijk die pieken om 6 uur alleen nog maar groter maakt. En nog steeds een grotere behoefte komt om je vraag en je aanbod van duurzame energie te matchen. Nou, hoe doen we dat nou vandaag de dag? We hebben natuurlijk al duurzame energie. En op het moment dat de vraag en aanbod niet met elkaar overeenkomt, dan vullen we dat eigenlijk aan door middel van de flexibiliteit van gas- en kolencentrales.
Nou, vanuit onze missie hebben wij Van de Broen gezegd, kunnen we dit ook doen zonder het gebruik van fossiele brandstoffen? En daarvan hebben we eigenlijk gezegd, van, nou, dan moeten we niet de flexibiliteit zoeken in het aanbod, maar ook in de vraag. Nou, en daar komt de elektrische auto naar voren. Want ja, die auto die staat de hele nacht te laden, maar die laat maar een paar uurtjes van de tijd dat die aan de laadpaal staat. Dus die kan je wel eens inzetten om flexibiliteit in je vraag te gebruiken. Nou, daarbij heb je natuurlijk niet één auto nodig, zoals je dat met één gascentrale kan oplossen, maar een heleboel auto's. En daar komt eigenlijk gelijk aan de technische kant lastigheid kijken. Want hoe controleer je nou dat die auto's echt doen wat jij vraagt dat ze doen? Dus dat ze bijvoorbeeld afnemen in een vraag naar energie. Nou, om deze reden is er een, gewerkt met blockchain technologie. En over die blockchain technologie communiceren alle assets, in dit geval elektrische auto's, hun handelingen. Dus als ze stoppen met laden wordt dat daar gecommuniceerd. En kan in dit geval Tennet, de nationale netbeheerder, zien dat inderdaad de vraag is afgenomen naar energie. Omdat er op dat moment meer vraag was dan aanbod. Nou, dat is natuurlijk een heel technisch verhaal. En wat net ook aangegeven werd, hè, je kijkt snel naar het economisch verhaal, naar het technische verhaal. Maar de consument hierin is ook heel belangrijk. Dus daar zijn we in eerste instantie in ieder geval begonnen met dat we rekening willen houden met het gemak van de consument. Dus de consument die geeft aan ons door hoe laat hij in de ochtend wil dat zijn auto volgeladen is. En ook hoeveel procent hij zijn auto in ieder geval alvast wil laden voordat we beginnen met slim laden. Dit zodat, ja, mocht hij toch onverhoopt naar de dokter moeten of wat dan ook, dat hij wel wat stroom in zijn batterij heeft zitten. Dus op deze manier zeiden we eigenlijk van, nou, dan heb je een verhaal met Van de Broen slim laden waarbij je bijdraagt aan de balanshandhaving van energie. En daarmee ook in de duurzame energietransitie. Je kunt er wat mee verdienen, want een gascentrale die verdient ook door flexibiliteit te geven. En dit kan dus ook voor de consument. En het houdt rekening met je comfort, want de klant die kan zijn gebruiksvoorkeuren doorgeven. Nou, dus tot zover hebben we die pilot gedaan, met heel veel succes. Zeker ook aan de technische kant gevalideerd dat dit werkt. En we zijn begonnen met Tesla's en toen zeiden we eigenlijk al snel van, goh, we willen het mogelijk maken voor alle automerken. Dus daarom zeiden we, oké, dan gaan we toch eens kijken of we de aansturing via de laadpaal kunnen doen. Maar daarbij weet je niet hoe vol de auto precies is. Dus dan heb je weer te maken met die consument. Hoe hou je nou rekening dat die consument wel zijn batterij vol krijgt, zonder dat je het batterijpercentage exact weet? Dus we hebben ervoor gekozen dat we niet helemaal stoppen met laden, maar wat langzamer gaan laden. En dat de consument kan vertellen naar welke waarde precies. Zodat je in ieder geval de klant altijd kan laden. Zodoende ook slim laden via de laadpaal voor alle automerken. Alleen toen zijn we eigenlijk met elkaar in gesprek gegaan, want we hadden een propositie waarbij we eigenlijk de klant uitbetaalden wat een stuk van wat er verdiend werd met flexibiliteit. Maar dat is best nog wel complex hoe dat precies werkt en ook best wel onvoorspelbaar wat de prijs wanneer is. Of in ieder geval moeilijk in te schatten. Dus toen zeiden we, oké, wat willen we doen? Willen we die klant nou precies gaan uitleggen wat flexibiliteit is? Want heel veel mensen weten dat eigenlijk helemaal niet. Die hebben een stopcontact in hun huis en er komt stroom uit. En dat is heel fijn en meer hoeft de klant misschien ook al helemaal niet te weten. Zo kwamen we met elkaar in de discussie, gaan we die klant het nou uitleggen? Of gaan we een propositie maken voor de klant die eigenlijk gewoon heel aantrekkelijk is en waarbij die niet veel hinder ondervindt van het slim laden? Zo zijn we gekomen met 100% groen laden. En wat we daar eigenlijk gedaan hebben is dat we de inkomsten die we met Flex kunnen verdienen als Van de Broen zijnde, die zetten we in om de laadpaal met korting aan te bieden. Dus wat krijgt de klant? De klant die krijgt een aanbod waarbij hij een laadpaal kan kopen. In combinatie met een energiecontract. Omdat dat op dit moment nog een vereiste is om mee te kunnen doen aan slimladen. En er geeft toestemming dat wij gedurende 3 jaar zijn laadpaal langzamer mogen laten laden op het moment dat dat nodig is vanuit het net. Dus vanuit het moment dat de vraag groter is dan het aanbod. En in die 3 jaar verdienen we eigenlijk geld door die laadpaal in te zetten voor slim laden. En daarmee kunnen we eigenlijk die korting voorfinancieren voor de klant. Dus de klant die weet eigenlijk precies waar die aan toe is. En die heeft een aantrekkelijk aanbod. Dus zo hopen we eigenlijk de consument meer mee te krijgen. En dit is dan het voorbeeld voor elektrische auto's. Maar eigenlijk zeggen wij van ja, je kan eigenlijk alle assets gebruiken of een heleboel assets gebruiken om in te zetten voor flexibiliteit. Dus natuurlijk ook warmtepompen, batterijen,
misschien zelfs in de toekomst koelkasten. En hoe wij daar naar kijken is dat het vooral interessant is om de inkomsten eigenlijk te verwerken in je productaanbod. Zoals we dat bij de laadpaal gedaan hebben. Nou, en vandaag de dag zetten we dat dus heel erg in voor balanshandhaving. Dus dit is dan het Egogy platform van Tenet waar we nu op actief zijn. Maar in de toekomst kan je ook zeggen van we kunnen ook onze markt inzetten. Al onze assets, dus de hele groep van assets met warmtepompen en elektrische auto's en boilers. Om bijvoorbeeld ook problemen zoals congestiemanagement op te gaan lossen. Dus hoe wij daar naar Van de Bron naar kijken is dat we eigenlijk een compleet pakket maken aan assets. Waarbij we de vraagzijde kunnen sturen in plaats van de aanbodzijde. En daarmee inspelen op markten die vanwege de duurzame energietransitie nieuwe uitdagingen krijgen. En daarin hopen we eigenlijk een begrijpelijke en aantrekkelijke propositie te maken voor de klant. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Fardo, voor dit hele vliegensvlugge verhaal over de wereld van Van de Bron. Ik vind het zelf heel interessant hoe jullie zeggen, we gaan niet die flexmarkten uitleggen, maar we gaan mensen gewoon een korting aanbieden. Ik zie ook in de industrie veel aggregators juist worstelen om hun verhaal te kunnen uitleggen naar alle eigenaren met flexibele assets. Ik was benieuwd of jij nog iets over het toekomstbeeld kan zeggen, van waar gaat Van de Bron naartoe? Wordt het, nu verkoop je nog kilowatturen, wordt het straks een verhaal van energy as a service? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel inderdaad dat de huidige manier waarin je eigenlijk gewoon kilowattuurtjes aan het afrekenen bent, dat in de toekomst niet meer bestaat. Dus dat het inderdaad veel meer zou gaan draaien om energiediensten rondom het huis en de auto. En daarmee kan je denken aan flexibiliteit, maar natuurlijk moet er ook nog heel veel plekken geïsoleerd worden, zonnepanelen geplaatst worden. Dus inderdaad denk ik dat je de klant zoveel mogelijk wil servicen. En zeker als ze straks een prosument zijn, dus zelf hun eigen energie consumeren, produceren, dan zal de klant ook behoefte hebben aan flexdiensten. Ja. Ja, de tijd gaat onverminderd door, dus ik ga je nog één korte vraag stellen, of hoop dat je kort kunt antwoorden. Ja. In hoeverre maken jullie klanten, de consumenten, zich nu zorgen over zaken als privacy en veiligheid van alle data die hiermee gemoeid gaat? Ja, dat is een goede vraag. Toen we hier in het begin mee begonnen met de Tesla speelde dat best wel. Omdat je inderdaad de toegang kan vinden ook tot de locatie van een klant waar die op dat moment is. Dus daar hebben we wel, op een veilige manier, misschien te veel detail voor nu mee omgegaan. Maar wat je meer ziet bij de laadpaal, op het moment dat je alleen maar harder en zachter laat, is de hoeveelheid privacy informatie gewoon heel erg gelimiteerd. Dus daar zien we dat niet als grootste issue op dit moment. Nee. Okay. Maar het is inderdaad wel een aandachtspunt voor de warmtepompen, kan ik me voorstellen. Ja. Gezien de tijd moeten we helaas stoppen. Fardo, ik wil jou bedanken voor je presentatie. En ik mag alweer de volgende spreker aankondigen. En dat is Jurgen Duivenvoorde van Green Choice. Die gaat ons presenteren over de propositie Altijd Groen. Jurgen die studeerde werktuigbouw aan de TU Delft, is vervolgens in de energiewereld terechtgekomen en daar doorgestroomd naar Green Choice, waar hij zich bezighoudt met portfolio management, contracten voor hernieuwbare flexibiliteit, opslag en asset management. Jurgen, the floor is yours. Ja, dank je Maarten voor de goede introductie. Inderdaad, ik werk nu bij Green Choice, ben daar verantwoordelijk voor de inkoop van elektra op de korte termijn. En ik mag me zo ook bezighouden met allerlei sturingsvraagstukken. En dus ook met smart grid oplossingen. Mijn verhaal sluit mooi aan bij wat Fardo net heeft verteld. Dus ik denk dat jullie een aantal stukken wel aan overlap zullen zien. Bij Green Choice hebben we de ambitie om naar altijd groene levering van stroom. 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Daar zit dus inderdaad een component in dat je helemaal vrij wilt zijn van die fossiele centrales die er nu nog nodig zijn op de momenten dat de zon niet schijnt, op het moment dat de wind niet waait. En dat je toch je licht aan wil zetten, want laat dat nou net de momenten zijn dat de zon niet schijnt, dat jij je licht wilt aanzetten. En daar zit een grote uitdaging in en die wil ik eigenlijk even met deze twee grafiekjes laten zien.
We zien hier twee grafiekjes en het is allebei in één dag in een jaar. En het linker grafiekje laat een mooie voorjaarsdag zien, waarbij er een hoop zon op weg is. Dat is dat geel-oranjige vlek in het midden van de dag. En waarbij het verbruik eigenlijk vrij laag is. In het rechter grafiekje kun je zien hoe datzelfde beeld eruit ziet op een donkere winterdag. Dan is het kouder, dus het verbruik ligt al hoger. En er is ook nog eens veel minder stroom uit je zonnepanelen beschikbaar. En dan zie je dat hoe groot deze uitdaging is op die donkere dagen om dan ook groene energie te kunnen leveren aan je klanten. Wat doen we daaraan bij Green Choice? Nou, we willen het liefst samen met onze klanten dat aanpakken. En die stappen naar altijd groen, die verdelen we eigenlijk in vier stappen. Het begint altijd met besparen bij Green Choice. Want ja, de duurzaamste stroom is de stroom die je niet verbruikt. Zal ik zo meteen bij Ecowijk Mandora op terugkomen dat daar wel op snor zit. De tweede stap is dat je zelf gaat opwekken. Met zonnepanelen, maar dat kan ook met wind. Dus een participatie in een windmolen. Bij ons kun je daarvoor windvangers kopen. Nou, dat is eigenlijk het traditionele verhaal van groene stroom. Wat komt erbij kijken? Het zijn de twee punten daarna, dus de timing en de opslag. En met timing bedoelen we dus dat je tegelijkertijd zoveel mogelijk tegelijkertijd met je eigen opwek, met de opwek uit die windmolens, je verbruik gaat timen. Dat kan niet helemaal, dat gaat niet helemaal lukken. En dus is opslag eigenlijk het laatste stapje om te zorgen dat ook op die donkere winterdag dat we energie hebben opgeslagen op de dagen dat het wel hard waaide bijvoorbeeld, of dat de zon wel scheen. Nou, dat hebben we in de Ecowijk Mandora in Houten, hebben we daar een onderzoek, een pilot eigenlijk naar gedaan. En daar hebben we ons op twee dingen gericht. En het eerste is het klantonderzoek van hoe actueel is dit nou voor de klant? Nou, en die Ecowijk, de naam die zegt het al, dat is een hele duurzame wijk. Die woningen die zijn nou, ze zijn energie-neutraal, maar netto produceren ze eigenlijk meer stroom dan ze verbruiken. En dat is inclusief hun warmtevoorziening, want al deze huizen zijn ook voorzien van een warmtepomp om in hun warmte te voorzien, of bijna allemaal. Dus aan de besparingskant, er zit eigenlijk alleen nog de vraag van, hey, zitten er nou nog dingen in het gedrag van de mensen die we kunnen aankaarten? Nou, daar hebben we ons op dat gedrag hebben we ons niet zozeer gericht, maar we wilden niet vertellen van, goh, dit moeten jullie doen. En bovendien is er een energiewerkgroep binnen deze wijk actief die daar mee bezig is. Dus wat hebben we wel gedaan? We zijn gaan kijken van, oké, waarom wonen deze mensen nou in de wijk? Wat willen ze daarmee bereiken? Wat zijn hun drijfveren? En we zijn gaan vragen of dat dit actueel is. De vraag wanneer hun stroom opgewekt wordt. Nou, het tweede onderdeel, en dat is hier minder van toepassing, is het technische aspect. En daar zitten best wel een aantal dingen ook aan de technische kant waar nog uitdagingen zitten. Nou, wat hebben we eruit geleerd? Nou, we zijn allereerst in gesprek gegaan met die mensen. En we hebben ze laten zien in een eigenlijk een heel simpel filmpje van ruim een minuut van wat is nou de uitdaging en hoe zit het nou. Die kunnen jullie ook wel terugvinden als je Green Choice altijd groen opzoekt op YouTube, dan komt die ongetwijfeld bovenaan terecht. En daar werden ze heel blij van, gewoon omdat het heel duidelijk verwoord wat nou het probleem is en wat ze ermee kunnen doen. Het tweede wat echt opviel was het communitygevoel hier. En dan dachten we van, nou, dit is waarschijnlijk echt wel iets heel specifieks voor die Ecowijk, maar dat zien we ook bij coöperaties bijvoorbeeld terug. En dat komt terug in de zin van dat ze energie met elkaar willen delen. Dat ze op het moment dat de een over heeft, dat die het aan de ander verkoopt of geeft. Jurgen, de tijd gaat erg snel. Dus ik zou jou willen vragen om richting je conclusie te gaan. Ja.
Ik zal de technische kant zal ik overslaan. Maar je ziet heel veel behoefte aan die zelfconsumptie. Van, hey, met z'n allen of voor je eigen huis zoveel mogelijk zelf lokaal verbruiken. En daar is inzicht gewoon heel belangrijk voor. En we zien dat er echt een bereidheid is om het gedrag aan te passen. Dat kwam net bij Tristan ook naar voren. Maar wel echt ook een vraag om te automatiseren, om dingen automatisch aan te gaan sturen. Dus wat gaan we nu doen? In deze ecowijk willen we in een vervolgproject, het GoE-project. Dat is een project met 15 partners, waar we eigenlijk dit verder gaan uitwerken. Die twee stappen ook weer, dus technisch werkelijk gaan aansturen. De warmtepompen daar specifiek, dat doen we samen met Itodaal erop. En dat we ook die klantvraag verder gaan uitwerken, verder gaan uitdiepen om ook het productontwikkeling te doen. Eigenlijk waar Farda net ook aan refereerde van, hey, zit die klant nou te wachten op precies uitgerekend hoeveel besparing is er geweest? Of kunnen we daar het beste toch gewoon een goede propositie neerzetten en te ontzorgen? Want dat is ook echt iets wat we daar terug hoorden. Van, we ontzorgen ons, want helemaal regelen. Weet je, niet iedereen is daarin geïnteresseerd. En onze doelen binnen GoE zijn om het ook schaalbaar te maken. Dus het moet eigenlijk voor alle klanten uit te rollen zijn. Dus technisch niet te complex, maar ook simpel in het gebruik en voor iedereen van toepassing. En zo kunnen we daar een schaalbare klantpropositie van maken. Ja, Jurgen, dankjewel. Op dat laatste wat je zegt, de schaalbare klantpropositie, heb ik al een vraag. Want je hebt hier nu een wijk te pakken van heel erg welwillende mensen natuurlijk. In hoeverre is jouw beeld, zit de rest van Nederland hierop te wachten? Is dit alleen voor de goed georganiseerde wijken of is dit een gedachtegoed wat je verder kunt exporteren? Ja. Nou, het idee is echt wel om het verder te kunnen exporteren. Dus we denken daarbij vooral ook aan coöperaties, waar ook groene koplopers zitten. Maar ook in deze wijk zitten mensen die heel erg met energie bezig zijn. Maar er zitten ook mensen die zitten er vooral omdat ze die ecotuin midden in de wijk heel mooi vinden. En daar druk mee bezig zijn. En de energie eigenlijk helemaal niet het allerbelangrijkste vinden. Dus we zijn hiermee begonnen omdat we zeiden, oké, als het hier niet lukt, dan stoppen we er direct weer mee. Want dan hebben we gewoon, dan gaan we de rest van Nederland ook niet meekrijgen. Maar we zien echt dat er wel breder interesse is. Ja, dus inderdaad vanuit de gebruikers. We kregen bij Vaardouw ook een vraag in de chat over de rol van gebruikersonderzoeken. Maar jullie merken dus heel duidelijk vanuit de gebruikers een wens om hiermee aan de slag te gaan. Misschien nog wel eerder dan het altijd groen spreekt misschien wel eerder aan dan het hele verhaal van flexmarkten en dynamische prijzen, wat misschien een stuk complexer is voor mensen. Zien jullie dat ook terug? Ja, we zien dat eigenlijk wat Farda ook aangaf, die flexmarkten, dat is een heel specifiek iets. De gemiddelde buurtbewoner houdt zich daar niet erg mee bezig. Dus dan kom je al gauw op, geef iemand een korting. Op het moment dat je zegt van, hey, verbruik zoveel mogelijk lokaal. Verbruik zoveel mogelijk op momenten dat er groene stroom is. Dan weet iedereen dat hij die gascentrale of die kolencentrale niet nodig heeft. Dus dat is eigenlijk een veel begrijpelijker iets vanuit ons perspectief. Ja, en dan de allerlaatste vraag uit de chat. Ik vond het wel een mooie, lompe vraag. Hoe gaat de concurrentieslag uitpakken tussen Van der Bron en Green Choice? Wie gaat wie overnemen op termijn? Nou, volgens mij is Van der Bron onlangs overgenomen. Dus ik denk dat concurrentie heel goed is in de markt. Als klant ben ik heel blij dat er concurrentie is. Dus, en ook als handelaar ben ik blij dat er concurrentie is. Want zonder concurrentie geen liquiditeit. Dus, daar hebben we ook weer een mooie sociale waarde te pakken. Kijk, Jurgen, ik wil jou bedanken voor jouw presentatie. En ik moet alweer snel doorgaan naar het aankondigen van de volgende spreker. De volgende spreker is Thomas ter Reehorst van Econic. Hij studeerde Liberal Arts and Sciences in Amsterdam. Met een specialisatie in Environmental Sciences.
Hij is daarna aan de slag gegaan bij Econic, een bedrijf dat huizen omvormt tot e-homes. En ik wil jullie als kijkers er graag nog even op wijzen dat er tijdens de presentatie twee polls zullen verschijnen. En dat zal gewoon tijdens het verhaal van Thomas zijn onderin het scherm hier. Thomas, de vloer is voor jou. Ja, hartstikke bedankt voor wederom een hele mooie introductie. En ik denk ook dat in deze laatste presentatie van de dag alweer gaat natuurlijk best wel hard, best wat overlap zal zitten met die van Jurgen, Fardau en Tristan, die we eerder mogen bekijken. Nou, wat gaan we vandaag dan doen? Eerst willen jullie een stukje meenemen door wie zijn wij als Econic en waar staan we voor. Dat doe ik aan de hand van een filmpje. Een filmpje wat we eigenlijk normaal naar onze klanten en partners sturen om een beeld te krijgen bij het bedrijf en het merk wat wij in de markt zetten. Dus daar gaan we mee beginnen. Het is een kort filmpje van een minuutje. Oh. Wij zijn Econic. Onze missie is een wereld zonder emissie. Daarom verduurzamen wij alle huizen. Maken we van elk huis een e-home. In heel Nederland en daarbuiten. Een e-home is het huis van de toekomst waar je nu al in kunt wonen. Vol duurzame warmte- en energiesystemen om comfortabel en zorgeloos van te genieten. Die toekomst creëren we nu. Niet morgen, maar vandaag. Niet door afwachten, maar door aanpakken. Niet met dure investeringen, maar door alleen te betalen voor gebruik. Zo maken wij van elk huis een e-home. En zorgen we samen voor een wereld zonder emissie. Een wereld die beter is voor de mens en beter voor de natuur. De toekomst is Econic. Klaar voor? Econic. E-homes for all. Alright. Wij maken e-homes voor iedereen bereikbaar. En hoe bedoelen we dat? Door het slim en simpel te maken voor de bewoner. We nemen het ontwerpen van het systeem, het realiseren van het systeem, daarnaast ook het exploiteren van het systeem en uiteindelijk ook de financiering die bij het systeem komt kijken voor rekening. Zorgen ervoor dat het energieverbruik omlaag gaat en de kosten omlaag gaat per maand. En daarom hebben we eigenlijk vier pijlers. We houden de bewoner centraal. We kijken goed naar de situatie van de bewoner. We kijken goed hoe we ons systeem daar het best op kunnen laten aanpassen. We gaan over naar slim bezit. Het is niet een investering die jij maakt van een warmtepomp die je meteen moet aanschaffen. Het gaat er juist om dat je betaalt voor gebruik. Je betaalt een maandelijks bedrag per maand. Maandelijks bedrag. Waar je uiteindelijk dus het systeem kan afnemen. Je betaalt voor het gebruik van het systeem. Wij monitoren het systeem. En aan de hand van de data die wij binnenkrijgen, optimaliseren wij het systeem naar jouw gebruikersprofiel. Daarnaast kijken we naar ketenintegratie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat verschillende partners bij ons aansluiten. Om zo voordeel uit te halen voor ons, maar natuurlijk ook voor de bewoner. En naar digitalisering. We willen naar één platform waar we opleveringen in doen en samenwerken met andere partners. Maar ook één platform waar de bewoner een verbruik in kan zien, ook de laadpaal in kan zien en uiteindelijk ook de batterij. Wij maken dus e-homes. Het duurzame huis van de toekomst waar je nu al in kunt wonen. Dat doen we door verwarming en verkoeling in de zomer te regelen. Door een warmtepomp, energieopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. En een koppeling met andere e-oplossingen. Bijvoorbeeld een laadpaal of een batterij. Dit alles om uiteindelijk een zelfregelend en comfortabel binnenklimaat voor de bewoner te creëren. Door slimme aansturingen van de energieapparaten zorgen we voor een laag verbruik. En te kijken naar wanneer het systeem eventueel wat harder aan moet of juist helemaal uit kan als er niemand is. Klaar voor uitbreiding in de toekomst. Door te kijken naar de situatie die je nu hebt, maar niet te vergeten dat de situatie kan veranderen. Misschien is over 3 jaar jouw thuissituatie wel heel anders dan dat die nu is. En daarom willen wij ervoor zorgen dat het systeem niet alleen nu klaar voor is, maar ook over een x-aantal jaar. Hoe zorgen wij er dan voor dat zo'n systeem klaar is voor de toekomst? Dat doen wij er eigenlijk constant te onderzoeken en te innoveren. Ik wil jullie graag even kort meenemen door een pilot waar ik de afgelopen 8 maanden mee bezig ben geweest en samenwerken met een Eneco groep. Wat hebben we in deze pilot gedaan? In deze pilot hebben we samen met Eneco gekeken hoe we een flexmodule kunnen ontwikkelen als basis of als toevoeging op het e-home concept wat wij hebben gecreëerd. En uiteindelijk het doel om het rendement van e-homes te optimaliseren. En hoe hebben we dat dan gedaan? We hebben een pilot van 50 Flex e-homes gecreëerd. Hier hebben we een technische monitoring en sturingsset geïnstalleerd op het al bestaande systeem. Dat is in veel gevallen een nieuwe warmtepomp en een Solar Edge PV-systeem. En hierdoor geven we onszelf de mogelijkheid om de e-home gedetailleerd te monitoren en uiteindelijk aan te gaan sturen op diverse parameters. Nou, wat is dan het doel van de pilot? Dat is om kennis en data op te leveren omtrent de zelfconsumptie van de woning. Het verhogen van het flexvermogen, dus te kijken wanneer het systeem eventueel aan of uit kan. En aansturing op afstand. Daarnaast kijken we naar de efficiëntie van de warmtepomp en welke parameters we daarin moeten aansturen.
En het peak saving vermogen, om te kunnen kijken wanneer we de piekvraag moeten verlagen. Om zo de vraag van een woning, of misschien zelfs een hele wijk, kunnen verminderen. Dit alles met het idee om in sommige woningen het voorkomen van een verzwaring van een elektriciteitsaansluiting te moeten doen. Dit betekent omdat wij ook veel bestaande woningen omvormen tot e-homes en daar de elektriciteitsaansluiting die al aanwezig is, in veel gevallen misschien het vermogen wat gevraagd wordt niet direct aan kan. Wil ik jullie even kort meenemen door 4 verschillende resultaten van het onderzoek. Het onderzoek loopt nog. Toevallig zijn we afgelopen week begonnen met de start van de zelfconsumptietest om te kijken hoe we dus de zelfconsumptie van de woningen kunnen verhogen. Nou, om daar meteen op aan te haken, zijn we aan het kijken hoe we de zelfconsumptie kunnen verbeteren. Dit met als doel om de piekvraag te verminderen. Dat als jij je eigen elektriciteit hebt, dat de warmtepomp dat moment aangaat en de vraag die bijvoorbeeld later op de dag komt, aan kan. Zonder dat er dan later eventueel elektriciteit afgenomen moet worden van het net. Dit speelt in de kaart van de salderingsregeling die waarschijnlijk over de komende paar jaar uitgefaseerd wordt. En door het zelfconsumptie te verhogen, compenseer je die salderingsregeling dus. Ons doel is daar om een 25% verbetering te realiseren. De vraag is even of het nog lukt. Over 2 weken ronden we deze test af, dus wellicht kan ik jullie dan meer vertellen. Tweede stuk flexvermogen op de handelsregel en reservemarkt. Dit heeft ook te maken met piekvraagvermindering. Want een warmtepomp hoeft niet altijd volle bak aan te staan. Dit levert een financieel voordeel voor de netbeheerder, maar uiteindelijk ook voor de bewoner en de energieleverancier. Derde punt, een hogere COP-waarde door de sturing. Dit levert ook een energiebesparing op, omdat het systeem beter loopt. Dit kunnen we waarmaken doordat we de parameters gedetailleerder en bij wijze van spreken op 15 minuten kunnen waarnemen. Dit alles wel met de focus op comfortbehoud. We willen niet dat de bewoner leidt onder eventuele veranderingen in de instellingen die wij doen. We zien hier een kans van 5% verbetering. Ik zeg hier een kans en geen doel, omdat de comfortbehoud hier altijd voorop staat. Het laatste stuk, zoals ik die net al vertelde, de verzwaring van de elektriciteitsaansluiting, die eventueel vermeden kan worden. Dit doen we door slim aan te sturen tijdens de piekvraag. Hierin is een eventuele besparing voor de bewoner van tussen de 2 en 1500 euro mogelijk, omdat die energie of elektriciteitsaansluiting dus niet versterkt hoeft te worden. Daarnaast realiseren we ook een besparing voor de netbeheerder, omdat we geen heftige omvormers voor bepaalde wijken waar veel e-homes staan die een hoge vraag hebben op sommige momenten, of juist dus niet, door het slim aansturen. Maar daarom realiseren we ook een besparing voor de netbeheerder. Dan 2 uitkomsten, of eigenlijk 2 centrale punten door de hele pilot heen. Als eerste de bewonersparticipatie. Bewoners zijn in elke stap betrokken om comfortbehoud te garanderen. Dat betekent dat we aan het begin goed hebben gekeken naar de wensen van de bewoners. We doen mee in een pilot, dat betekent dat we aan het onderzoeken zijn. Dat betekent dat er soms onverwachte dingen opkomen. We hebben goed geluisterd naar de bewoner en gekeken waarnaar zij op zoek zijn in deze pilot. Willen ze kijken naar een financiële verbetering of een kostendaling? Willen ze kijken naar hoe het systeem beter kan lopen? Zijn ze geïnteresseerd in het duurzaamheidsaspect? Nou, daarom hebben we eigenlijk aan het begin een onderzoek gedaan om te kijken waar de bewoners het meest naar op zoek zijn. Daarnaast hebben we aan het begin een tevredenheidsonderzoek gedaan over de diensten die we al leveren. En gaan we over een maand, als we de pilot afronden, nog een tevredenheidsonderzoek doen. Om te kijken hoe bewoners de hele pilot hebben ervaren. Daarnaast zijn we bezig met de terugkoppeling van de resultaten. Wat gebeurt er dan met de data na het project? Volgende maand rond het project af. En 3 maanden hierna, of de afgelopen 2 maanden al, zijn we bezig met focussen op de observaties en de kennispunten. We hebben bewoners niet gekoppeld aan een bepaalde unit of iets dergelijks. We hebben dus alleen nummers waar we de data van binnenkrijgen. Deze data gaan we verwerken, gaan we analyses op doen. Vervolgens verwerken we dit in een observatierapport die gepubliceerd gaat worden. Daarna gaan we kijken of we eventuele vervolgpilots kunnen creëren voor de Flex-IO module. Testen met een grotere groep of testen met een groep waar ook batterijen aanwezig zijn. Dat brengt mij meteen naar mijn laatste punt van deze presentatie. De uitdagingen en optimalisaties die voor ons liggen in de komende paar jaar. Een stukje onderzoek en innovatie dus. Maar dan, wat willen we nog doen? Nou, de uitdagingen en de impact daarvan. Vertalen van de observaties van de afgelopen pilot en die dan vertalen naar de optimalisaties is nog best een groot ding. We hebben gekeken naar 1 systeem waar een Niebe warmtepomp staat met een SolarEdge omvormer. Maar we hebben ook systemen waar een Ito warmtepomp staat met een ander PV-systeem. Hoe functioneren die systemen dan? En zijn de observaties die we uit de ene pilotgroep kunnen trekken ook waardevol voor de andere pilot? Voor de andere groep. Daarnaast willen we alles zo creëren dat we voordelen voor de bewoner creëren, maar natuurlijk ook voor Econing. Dus verder onderzoek en optimalisatie. In de pilot die ik zojuist heb genoemd, hebben we vooral gekeken naar individuele systemen, waar je 1 woning hebt met een eigen warmtepomp en een eigen bron,
Maar we hebben ook systemen of projecten waar we collectieve systemen hebben. Hoe kunnen we die optimaliseren? We zijn hier druk bezig met de monitoring en te kijken hoe we het rendement hiervan kunnen verbeteren. Uiteindelijk met als doel om een besparing op de energiekosten te kunnen realiseren. Daarnaast zijn we ook aan het kijken hoe Iconic als energieleverancier ook voor individuele systemen kan functioneren. Leveren van groene elektriciteit in combinatie met de flexmodule, zoals net ook al besproken in de andere presentaties, is een waardevolle kans om de energietransitie te versnellen, duurzaamheid te versnellen. We zijn ook aan het kijken hoe we een one-stop-shop kunnen worden. Door partnerships af te sluiten met energieleveranciers of met PV-installateurs. Daarnaast zijn we ook aan het kijken wat voor partnerships we kunnen sluiten met warmtepomp-installateurs. Uiteindelijk, om te kijken hoe we het one-stop-shop kunnen worden, is het ook belangrijk om naar een batterij te kijken. Introductie van de batterij in onze propositie. In Nederland is de batterij namelijk nog helemaal niet zo populair. In een land als Duitsland bijvoorbeeld heb je in 90-95% van de batterij van de PV-installatie wordt een batterij bijverkocht. In Nederland is het een ander geval. Dus daarom wil ik mijn presentatie eigenlijk afsluiten met een vraag. In Europa wordt er in eigenlijk niet heel veel gevallen een PV-installatie met batterij verkocht. Als het goed is komt er nu een poll in beeld en kun je zelf stemmen. Ik zal zo meteen het antwoord verklappen, maar laten we eerst nog even doorgaan naar een aantal vragen. Dank jullie wel. Ja, Thomas, dank voor jouw presentatie. Mooi scherp binnen de tijd. De chat gaat al los met verschillende vragen die gesteld worden. Misschien even een paar verhelderende vragen. Ja. Een vraag van Bert die stelt, wat is jullie verdienmodel? Nou, dat betekent dat wij eigenlijk een warmtepomp en de zonnepanelen leasen. Dus je betaalt een maandelijks bedrag en daar komt een servicebedrag bij. Dat is afhankelijk van het systeem, maar in de meeste gevallen 30 euro per maand. Daarvan kijken wij naar de monitoring en kijken wij eens naar de optimalisatie van het systeem. Ja, ja, helder. Dus dan mag ik dat dan al energy as a service noemen of is het meer apparaten as a service? Ja, ik denk dat het een combinatie is. Dus energy as a service in combinatie met een apparaat as a service. Ja. Ja. Je begon met een heel mooi filmpje en we hadden vooraf nog even discussie van gaan we nou een filmpje laten zien, want te commerciële plaatjes willen we vaak voorkomen in de presentaties. Ja. We hebben besloten om te laten staan, omdat het wel heel mooi laat zien dat jullie eigenlijk geen technisch verhaal verkopen. Maar een verhaal over comfort, over duurzaamheid. Ik denk dat dat een bewuste keuze is vanuit jullie. Maar zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Wat is het verhaal waarmee je naar de klant gaat? Ja, dat is een goede. Zeker inderdaad gekozen om het filmpje toch te laten staan, omdat het ook onze missie weer geeft. Een wereld zonder emissie daarin. Ook zoals Green Choice hiervoor, Jurgen en Varda naar voren lieten komen, dat we eigenlijk groene elektriciteit altijd beschikbaar willen hebben. Ja, wij zijn aan het kijken hoe we dat in combinatie met verschillende systemen thuis, op een wijze dat je comfort behoudt, ook kan realiseren. Dus in plaats van dat je er op achteruit gaat, dat je een duurzaam systeem hebt, ga je er juist op vooruit. Het idee is dat je een systeem hebt dat goed is voor jezelf, maar ook voor de natuur daarin. Dus het is niet alleen een service voor jezelf, maar het is eigenlijk een service voor de community om je heen. Ja, en eigenlijk jullie ontzorgen daar dan in. Ja. En op de chat schreef Pieter, ik denk dat Iconic onderschat hoe gemotiveerd burgers zijn om hun eigen energie in de hand te nemen. Of dan te hebben met regeltechniek en wat appjes. We hebben ons witgoed en de energierekening altijd zelf beheerd. Geef ons ook een eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Ik denk, dat is een mooi punt en daar sla ik me eigenlijk ook volledig bij aan. Ik denk dat het, in plaats van dat wij alles voor rekening nemen en dat wij alles vanaf nu regelen en zeggen, kijk, je hebt er geen omkijkje meer naar, is het juist een partnership. We zijn aan het kijken hoe de situatie die wij voor jou ontwerpen het best aansluit bij jouw behoeftes. Dus als jij behoefte hebt in dagelijks inzicht, dan kunnen we dat ook kijken hoe we dat kunnen waarmaken. Ja. Een totaal verhaal. Ja. Op de poll, om daar ook even op in te gaan. Ja. De salderingsregeling, 35% van de kijkers vindt dat de salderingsregeling moet blijven. 65% is het daar niet mee eens. Ik ben wel benieuwd naar jouw mening. Ja, ik vind het lastig om te zeggen. Ik ben vooral eigenlijk geïnteresseerd in een tegenaanbod of tegenkracht daarin. Dus ik ben vooral aan het kijken naar dus de zelfconsumptie die al meerdere keren vandaag naar voren is gekomen. Salderingsregeling zelf heb ik niet zo'n uitgesproken mening over. Ik ben vooral aan het kijken naar hoe het systeem uiteindelijk best kan functioneren voor de bewoner thuis. Als dat is aan de hand van een financiële vergoeding die daar tegenover staat, oké. Als het is aan de hand van het optimaliseren van het systeem, waaraan je uiteindelijk een systeem wat zoveel mogelijk zelfconsumptie waarmaakt, ja, dan is dat ook een oplossing. Ja. Ja, en in een wereld met misschien andere tariefstructuren vanuit netbeheer zal die zelfconsumptie ook alleen maar belangrijker worden. Ja, zeker weten.
misschien als laatste goed om dan nog naar de batterijen te gaan. Ja. 77% van de mensen denkt dat 7% van de zonnepanelen in Europa is aangesloten op een batterij. Ja. Dus dat is een hele grote groep die dat denkt. In Nederland ligt het naar mijn weten een stuk lager. Klopt, inderdaad. Het antwoord is overigens goed. Het is inderdaad 7%. Wat eigenlijk nog verrassend laag is. Zeker als we naar een systeem willen waar je voornamelijk de flexmodule ook aan kan bieden. Er is nog heel wat werk aan de winkel. En ik denk aan de hand van de presentatie die we vandaag hebben gezien dat daar heel veel mogelijkheden liggen. Ja, ja. Nou, het onderstreept in ieder geval maar weer hoe slim al onze kijkers zijn hier in de community. Ja, precies. Gezien de tijd moeten we de discussie helaas hier gaan afronden. Thomas, ik wil jou heel erg bedanken. Jouw contactgegevens staan ook in de presentaties. Als mensen contact willen opnemen, kunnen ze altijd bij jou terecht. Zeker weten. Dankjewel. Dankjewel. En dan zijn we alweer rond, maar mag ik nog een aantal slotwoorden tot jullie richten. Dus voor jullie allemaal wegklikken, wil ik graag... in de volgende slide erbij hebben. De vaste categorie community zoekt hulp. We hebben vanuit de kijkers een aantal vragen gekregen. Exergy Storage is op zoek naar een pilotlocatie waar zij hun prototype batterijen kunnen gaan testen. Interesse daarin, neem contact op met Gert-Jan Jongeren. Dick Oort van Remate is een IoT-specialist met kennis van het verbinden en aansturen van warmtepompen. En hij komt graag in contact met partijen die daar ook oplossingen voor zoeken. En als laatste een oproep op deze slide van Giovanni Oorthuizen van ABB. Die roept vooral op, ga niet zelf het wiel uitvinden. Wij hebben zelf als ABB erg veel ervaring in woningen verslimmen, slim aansturen. En hij staat ervoor open om juist ook daarin samen te werken. Dus kijk ook vooral naar ABB mocht je innovatieve plannen hebben. De volgende slide graag. Nog een paar vragen. Remco ten Barge, ook een spreker van een van de vorige webinars. Die is actief als leveranciersverantwoordelijke en programmaverantwoordelijke. En die biedt dynamische prijzen aan grootverbruikers en kleinverbruikers, GV en KV. Hij zoekt partijen met toegang tot zakelijke gebruikers die ook interesse hebben om slim te gaan schakelen. Dan nog Theresa van Dam, Crownstone, die ontwikkelt positiebepalingshardware voor echt slimme huizen. En zij zoeken partners, energiebedrijven, warmtepompfabrikanten, om echt te gaan werken aan een smart home ecosystem. En de laatste hier, John van Krieken van Smart Home Services. Die is een smart home engineer en die zoekt samenwerkingen met organisaties die smart homes realiseren. Ik zie zo al een verbinding tussen de laatste twee punten ontstaan hier. Dan gaan we door naar de volgende slide. Ik wil jullie nog even opwijzen dat het rapport flexibele inzet van warmtepompen op 29 april gepubliceerd gaat worden. Tijdens de vorige webinar hebben jullie hier al een sneak preview van gezien. Maar het volledige rapport komt dus binnenkort beschikbaar. En op 1 juni zullen wij hier ook nog echt een extra verdiepende webinar aan wijden. Waar met Mpuls en met de FAN, wat Bert aan het begin aankondigde. Om heel uitgebreid in een uur door deze rapportage heen te lopen. En als allerlaatste wil ik jullie nog wijzen op 8 juni het programma. Dan is onze 6e webinar er weer, de laatste voor de zomervakantie. En dan gaan we stilstaan bij het opschalen van slimme energiediensten. Hoe gaan we nou versnellen? Wat kan er nu ongeveer al? Welke diensten gaan we in de komende tijd meer terugzien? Een aantal interessante pitches en rapporten die gepresenteerd worden. Let op dat deze sessie wat langer is, een half uur langer dan normaal. Dus echt een wat groter einde voor de grote knal voordat de zomervakantie erin komt. En we hopen jullie allemaal ook na de zomervakantie weer in levende lijven te ontmoeten. Als er flink doorgeprikt wordt en evenementen op locatie weer mogelijk zijn. Als laatste wil ik alle sprekers, organisatoren en techniek bedanken voor vandaag. En ik hoop dat jullie weer een leuke webinar hadden. Tot de volgende keer.